DNA-ondervoorzitter Melvin Bova stelt de Surinaamse samenleving gerust naar aanleiding van de goedgekeurde wetcontrole valutaverkeer en transactiekantoren. De ondervoorzitter gaat in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut onder andere in op het belang van deze wet. Goedenavond kijkers, wij vervolgen de uitzending op kanaal 8.3 met een gesprek met de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée. Heer Melvin Bova, welkom bij ons in de studio. Wij voelen ons vereerd om u hier te hebben vandaag, ondanks de moeilijke omstandigheden in het land. Om gelijk met de deur in huis te vallen, er is recent een wet in de Nationale Assemblée, een heel belangrijke wet, aangenomen. Wat kunt u ons hierover vertellen? Nou, de laatste en denk ik heel belangrijke wet die is aangenomen in DNA is de wet controle valuta, verkeer en transactiekantoren. Inderdaad een hele drukke periode de afgelopen dagen, eigenlijk weken, maar de afgelopen dagen zeker. Vandaar ook de meer moeizame tocht naar hier om inderdaad er te kunnen zijn, want het werk eindigt dan niet bij de goedkeuring van de wet, het werk gaat door. Maar met genoegen dat ik hier ben om ook over de wet te praten. Omdat er noodzakelijk wat uitleg moet komen naar u en via u naar de samenleving. Zodat men begrijpt wat de inspanning is geweest van DNA. Om ervoor te zorgen dat er nu een wet is die de controle op het valutaverkeer, en de naam van de wet zegt het al, en op transactiekantoren moet gaan verbeteren, moet gaan aanscherpen zodanig dat we toch wel een aantal dingen met elkaar kunnen doen. Een van de belangrijke dingen is om ervoor te zorgen dat door middel van de standaarden die nu in de wet worden ingebouwd, wij compliant zijn aan de National Risk Assessment. Dat zijn internationale afspraken die er worden gemaakt tussen landen, en vooral financiële instellingen binnen de landen, om ervoor te zorgen dat onder andere giraalverkeer wordt gestimuleerd, zodanig om ook de afkomst van geld, en zeker ook in deze vreemd geld, goed vast te houden. Verder beoogt de wet om het valutaverkeer zelf in het land, dus behalve het nationale naar het internationale toe, maar het valutaverkeer zelf in het land beter te structureren. Daar zal ik natuurlijk straks wat meer over zeggen. En een ander belangrijk doel is om door die poging om het valutaverkeer beter te controleren en beter te structureren, beter in de gaten te houden, ervoor te zorgen dat de verschillende instituten die daarmee belast zijn, zorgen voor een gezonde financieel-economisch verkeer. Een belangrijk aspect als we praten over de wet controle valutaverkeer en transactiekantoren, het eerste waaraan men denkt, of een belangrijk onderdeel, is de wisselkoers, valutakoers. Wat is de meerwaarde van deze wet als we kijken naar dat aspect voor de Surinaamse samenleving, de burger? Ja. Zal er stabiliteit komen en zal dat gewaarborgd blijven? Laat me in de rij aansluiten van mensen die er nuchter naar kijken en begrepen dat geen enkele wet een wisselkoers gaat bepalen. Mm-hmm. Geen enkele wet ervoor zal zorgen dat er één keer met een druk op de knop of een toverstokje uit de hoed ervoor zal zorgen dat de koers stabiel is en de koers op een bepaald niveau is. Nee, de randvoorwaarden die vereist worden vanuit deze wet, die zullen ertoe moeten leiden inderdaad dat de wisselkoers 1 teruggaat. Met name de koersopdrijving die wij vaker zien wanneer een wisselkoers door het land wordt bepaald of door individuen of bepaalde binnen het land wordt bepaald, wat inderdaad de wisselkoers zoals we dat zien, wordt door verschillende personen, verschillende bedrijven, zoals we het noemen, cambio's en andere bepaald. Dat is niet langer in een gezonde economie mogelijk. Dat is voor mij bijna nergens ter wereld zo. Telbare plaatsen, maar die komen ook tot één keer. En vanuit die ordening en regulering heb je naar verwachtbaar een bepaald effect. Dus de wet op zichzelf, die bepaalt geen koers, dus nee. De wet op zichzelf, die zorgt niet ervoor dat een koers dat wordt bepaald rustig blijft. Maar de voorwaarden
de regels, de ordeningen die de wet nastreeft, die zal wel zorgen dat de onnodige koersopdrijving eruit gaat. Maar dat wordt beter gereguleerd en vastgehouden, vastgesteld zoals de wet al voorschrijft door de centrale bank. Maar dat ook de rust erin komt, omdat valutaverkeer transparanter zal zijn en beter te volgen zal zijn door de financiële instituten in het land. Mag op basis daarvan geconcludeerd worden dat deze wet dus ook bedoeld is om die samenleving, de burgerij, te beschermen tegen ongecontroleerde koersverhogingen? Ja, absoluut. Kijk, wat we de afgelopen tijd hebben gehad, en we hebben allemaal de pijn gevoeld. We hebben een situatie gezien waarbij, en niet vandaag, elk jaar kent Suriname een andere koers. Elk jaar. En sommige mensen zeggen zelf tegen de tijd van verkiezingen wordt de koers verder kunstmatig weer opgeschroefd. Ja. We hebben een situatie gekend in earlier days waarbij de koers op basis van de reserves bij de centrale bank ook al werd bepaald door de centrale bank. Echter is de regering in 1994-95 tot een conclusie gekomen dat ze die positie van de centrale bank willen verlaten. En de positie van de centrale bank als regulator in feite willen overlaten aan de vrije markt. Ik begrijp dat dat een bepaalde keuze voor toen was voor hun moverende redenen. En de mensen die wat beter in de materie zijn weten waarover we praten. Tot nu toe zegt de deviezenwet dat het wettig betaalmiddel in Suriname ook nog SAD is en dat valuta wordt, het verkeer wordt gereguleerd, wordt bepaald door de centrale bank. Maar in 1994 om precies te zijn, is er algemene beschikking geslagen dat elke burger in feite vrij valuta kan gaan kopen en weer kan gaan verkopen voor anderen, etc. Wat zich is gaan ontwikkelen tot het punt waar we nu zijn. Dus we zijn niet vandaag bezig met waarmee we bezig zijn. Gaandeweg is er in onze structuur, in onze economie, een heleboel veranderd. Weet, een goede gezonde koers wordt bepaald op basis van je import en export. Ja. En de balans daarbij. Als je meer gaat exporteren, dan kun je de zaken redelijk goed in balans houden. Als je meer gaat importeren, dollars moeten zoeken, dat zijn een commodity. Dat is een reële manier waarop de vrije markt een koers bepaalt. En tot nu toe is die vrije markt ook met deze wet niet verlaten. Omdat de centrale bank mede op basis van de evenwichtigheid binnen de markt een koers zal vaststellen. Wat we de afgelopen tijd hebben gezien is niet op basis van enige evenwichtigheid. Niet op basis van in een export evenwichten die tegenover elkaar werden gezet of gewichten die tegen elkaar werden gezet, maar puur op basis van speculatie, puur op basis van omdat we vinden dat vandaag de koers van 8-9 moet zijn en de koers door een handvol ondernemers wordt bepaald op 8 of 9 en de volgende dag op 12 of 13, waar we hebben gezien dat de koers ook in één dag niet met 20 of 30 cent, maar zoals met de hele SRD of soms zelf meer omhoog wordt gegaan. Wat is dan veranderd in de macro-economische indicatoren? Wat is veranderd in de daadwerkelijke economische evenwichtigheid om dat te kunnen bepalen? Het is enkel en alleen, sommigen noemen het vertrouwen, anderen noemen het keiharde speculatie voor make money. Wat we vinden dat niet langer zo kan zijn, omdat op een gegeven moment het niet iets is tegen één of andere, op een gegeven moment wordt die hele samenleving meegesleurd in een wanverhouding van de situatie zoals we dat de afgelopen tijd hebben kennen. Ik wou een keer niet op. We zien wat er gebeurde met de prijzen, we zien wat er gebeurde met levensmiddelen, we zien wat er gebeurde met goederen en diensten die men nodig heeft. Vandaag betaal je 10 SRD voor een blik. Doperwten en morgen is het, voordat je je oogwenk neer hebt gehaald, is het 15 SRD. Dat kan absoluut niet. Mensen die huishuur moeten betalen, mensen die auto's
tegen een bepaalde koers hebben gekocht. Die morgen dan de aflossing moeten doen tegen een heel andere koers die absoluut niet meer aansluit bij hun salaris en hun inkomen. Ik geloof dat geen enkele verantwoordelijke overheid, geen enkele verantwoordelijke regering, ook geen parlement als volksvertegenwoordiging, die situatie kan goed praten en die situatie kan aankijken. Je gaat maatregelen moeten treffen, je gaat moeten inkomen, ingrijpen met wet, met beleid, om ervoor te zorgen dat ik draai aan een paar botten. Dus ik geloof dat er daarover een goede duidelijkheid moet zijn. Dat het helemaal in de lijn is om die samenleving op een behoorlijke manier te beschermen en te bewaken voor de willekeur van een heleboel willekeurige koersen die we hebben gezien door onder andere wat is aangezet in 1994. Wij laten een koers vrij en wij passeren het belang van een centrale bank om als regulator op te treden. Wij zien ook af van de positie van de centrale bank om als de belangrijkste deviezengenerator te zijn, generator te zijn, om dan de dekking van de Surinaamse dollar, om dat beter te garanderen. We moeten afkomen van een denken en een systeem dat het mogelijk is dat mensen onze rijkdommen exporteren. Zij het goud, door de grote multinationals, maar ook door gewone goudbedrijven. Ja. Zij het hout, zij het vis, Anjumara, Kwikumina, zelfs als ze exporteren morgen. Anderen doen. Andere exporten naar het buitenland. Maar waar blijven de middelen die uit deze grond komen? Zitten op rekeningen in Zwitserland, rekeningen in Nederland, rekeningen in Amerika, in China en andere landen. En niet ter behoeve van een zekere ontwikkeling van de Surinaamse samenleving. Het is een stukje visie, het is een stukje durf ook nog. Want niet iedereen, ook mensen waarvan je zou kunnen zeggen, ja, die je kent of die dicht bij je zijn, zullen een stukje moeten inleveren van wat we jarenlang scheef hebben laten groeien. Maar ik geloof dat dit goed is voor die samenleving. Er zullen wat ins en outs zijn. Er zullen wat punten zijn waar je zegt, dat behoeft aanscherping. Dan moeten we daarnaar kijken. Maar in letter en geest is dit een wet die bedoeld is om die Surinaamse samenleving in feite te geven wat ze verdienen, wat noodzakelijk is. Dat ze alle rust hun zaken kunnen doen. Dat ze alle rust hun huishuur kunnen betalen, hun auto kunnen betalen. Of welke andere financiële verplichtingen ze ook hebben. Zijn er in deze wet de nodige voorzieningen opgenomen om kordaat op te treden tegen degenen die zich wederom schuldig zullen maken eventueel aan speculaties? Ja, absoluut. Behalve wat ik anderen hoor zeggen. Dat er een toezichtsorgaan is die onder je bed en je matras kan kijken of je valuta hebt. Dat is natuurlijk de grootste onzin die je zou kunnen bedenken. Is er wel een toezichtsorgaan die in het leven is geroepen, bestaande uit verschillende actoren, belangrijke actoren, die reeds in de markt een bepaalde functie hebben als we praten over het financieel verkeer en ook het valuta verkeer. Ik noem toezichtsorgaan bestaande uit vertegenwoordiging van het ministerie van Handel en Industrie, het ministerie van Financiën, het ministerie van Justitie en Politie. We praten over de vertegenwoordiging van het Bureau Nationale Veiligheid en vertegenwoordiging van, als we hebben de Nationale Veiligheid, van de Centrale Bank van Suriname en de Deviezencommissie. Dat zijn actoren die al in het veld bezig zijn, daarmee, die nu samen in één commissie, noem het één toezichtsorgaan, gezamenlijk gaan kijken naar dit vraagstuk. En gezamenlijk gaan kijken naar het verkeer, het financieel verkeer en het valutaverkeer en de geldtransactiekantoren. Dit is bedoeld zodat men niet naast elkaar werkt, maar met elkaar om te garanderen dat de uitvoering van de wet en het beoogde doel inderdaad wordt nageleefd. En er zijn ook ernstige strafmaatregelen opgenomen, zowel administratief rechtelijk als bestuursrechtelijk, maar ook gewoon echt strafmaatregelen waarbij mensen bij zeker herhaaldelijk en ernstig misdrijf en overtreding van de wet de gevangenis in kunnen belanden tussen 0 en 4 jaar. En belangrijker nog,
mensen en bedrijven die zich niet houden aan de regels, ook cambio's die zich niet houden aan de regels, lopen het risico dat hun vergunning wordt ingetrokken en dan inderdaad ophouden te bestaan, omdat we toch wel niet willen dat het signaal moet duidelijk zijn. Als er regels zijn, die iedereen zich aan de regels te houden. If you always rift naar regels, gaat alles gewoon door. Sommige mensen zeggen, ja, doe dit, doe dat, tap de man. Nee, ook, we zijn niet tegen ondernemerschap, we zijn niet tegen banken, we zijn niet tegen cambio's. We zijn voor een gezonde financieel economisch verkeer. En als iedereen zich netjes houdt aan de regels, dan gaan we gewoon rustig verder met wat goed is voor hen, wat goed is voor het land. Maar als je ze niet houdt, zijn er wel voorschriften in de wet om daar goed, en zoals ik in een ander interview heb gezegd, om daar hard tegen op te treden. Okay. De afgelopen dagen is er vanuit bedrijven of banken, vanuit verschillende andere hoeken in de samenleving ook ophef gemaakt om deze wet, de nieuwe wet. Vindt u de manier waarop er gereageerd wordt, dat banken gesloten worden, bedrijven overgaan tot sluiten als middel van protest, om te tonen dat ze tegen deze wet zijn? Vindt u dat terecht? En is er een reden om deze wet als doorn in het oog te zien? Nee, absoluut niet. Ik vind het niet terecht, hoewel het behoort tot hun goed recht. Vind ik het niet terecht, maar kennelijk uit onwetendheid en kennelijk uit ook een gevoel, zo heb ik dat ook kunnen aanvoelen. Gevoel van niet betrokken zijn geweest of voldoende betrokken zijn geweest met de totstandkoming van de wet. En dat heb ik in een eerdere setting ook erkend, sprekende met een paar van deze actoren. Heb ik dus natuurlijk die aantekening gemaakt. De meeste, en ik kan zeggen alle, vinden het in wezen en letter en geest, of meer in geest in deze, een goede wet. De bedoeling is goed, maar in letter zijn er wat vraagpunten. En mede op die nood en mede op mijn initiatief is dus in samenspraak met onder andere, en ik ben ook erkentelijk voor die openheid, de voorzitter van de bankiersvereniging en ook anderen uit VSB en de andere instanties, een gesprek geïnitieerd om met hun van gedachten te wisselen over zeg maar hun vraagpunten en aandachtspunten ten aanzien van de wet en ook nu de uitvoering van de wet. Van een gesprek we vandaag hebben gehad met vanuit de leiding van het parlement, de voorzitter van het parlement, mijn persoon en de leiding van de instanties, omdat wij weten dat, wij gaan ervan uit dat niet iemand zonder meer kritiek zal hebben. Het zal gegrond moeten zijn, het zal gefundeerd moeten zijn. Mijn uitgangspunt is over het algemeen dat we een aantal zaken in het land samen moeten doen, omdat we elkaar nodig hebben om te bereiken wat we willen. En dat we in dialoog moeten gaan. Dat was ook in het sluitstuk van de vergadering van gisteren, tegen het einde, ook de nood waarmee ik de vergadering afsloot. Dat we, waar er verschillen zijn, in dialoog moeten gaan. Goed takken we ons even als er bepaalde punten zijn. Dus dat is gebeurd, in goed overleg. Er komt een vervolgafspraak, waar we dus verder en meer in detail gaan kijken wat de vraagpunten zijn, de specifiekere vraagpunten, wat eventuele specifieke voorstellen zijn. En wij hebben ons natuurlijk ook wel zodanig opengesteld dat als er punten zijn die stakeholders zijn, ook vooral in de uitvoering, want je zou wel in de uitvoering iets tegenkomen dat beperkend of anders zou werken, dat we daarna kunnen kijken om de wet eventueel aan te scherpen. Dus die scherpe rand is wat mij betreft eruit. Ik neem aan en ik hoop voor diegene ook. En ik reken erop dat ze weer tot normalisatie. Trouwens, ik heb wel gewoon een aantal bedrijven open gezien. Sommige die zijn dicht, andere hebben hun moverende reden waarom ze open of dicht zijn. Dat laat ik voor hun. Sommige mensen zeggen, ja, nu heb je de big boys of de kapitalisten aan het springen, et cetera, et cetera. Die discussie is geen, in elk geval geen discussie voor een formele setting. Maar we weten dat
ordening, controle, daar zul je altijd mensen hebben in het proces van ordening, in het proces van controle. En zomaar, maar dat controle is geen dag van vijandschap. Ja. Maar in dat proces zul je wel altijd mensen hebben, personen, dan wel instanties, de pijn voelen. Oh, had dit maar even. Ja. Soms terecht, vaak ook onterecht. En daar moet je over praten. Maar iemand gaat, pijn is misschien een ongemakkelijk woord, maar de effecten zullen we allemaal ervaren, ten positieve, ten nadele, ten negatieve, ten positieve. Maar we zullen het met elkaar moeten dragen, ten behoeve van wat we willen bereiken. Dus ik lig niet wakker van het feit dat men heeft besloten, hals over kop, van we gaan dicht. Kennelijk een beetje paniek, veel onwetendheid. Maar na het gesprek vandaag denk ik dat dat deel eruit is. Die behoorlijke druk is eruit. Er is ook gesproken met de president. Ik denk dat men door gaat praten met elkaar, met andere personen die er denk ik een zeker belang bij hebben. Dan kunnen we overgaan tot de normalisatie. Okay. Er zijn zelfs mensen die ertoe overgaan om informatie te verspreiden als zou deze wet ertoe leiden dat mensen die valuta nodig hebben om zaken te doen, die niet kunnen verkrijgen. In hoeverre berust deze informatie op waarheid? Dus kijk, wanneer ik deze dingen hoor, vaak krijg je het via FB, soms ook via de app en zo. Zelf weet ik niet wat ik moet doen, of ik moet lachen of ik moet huilen. Ja. Echt minusam. Wat je beide dingen kan doen. Je kan aflachen van de dingen die je hoort. Ja. Ook gewoon figuurlijk huilen. Omdat je het erg vindt dat mensen van wie je verwacht dat ze beter moeten weten, bewust bepaalde zaken zodanig verdraaien dat ze zichzelf in feite niet kunnen geloven. Omdat een wet is iets dat op papier staat, in letters. Nou, we allemaal leren lezen. Dus als je even luistert naar mij en je gaat naar de wet, dan zie je dat ik bezig ben te jokken. Om geen andere woorden te gebruiken. En dat vind ik jammer. Maar dat geeft ons natuurlijk de taak om mensen te blijven informeren. Rustig met mensen te praten. Wat wij de afgelopen dagen gewoon hebben gedaan. Via de media zijn ook wat sheets uitgestuurd vanuit zeg maar de bronnen van voorlichting, de betrouwbare bronnen van voorlichting. Intussen heeft de Nationale Assemblée ook een filmpje gemaakt over de uitleg, met de uitleg over de wet. Op de website van de Nationale Assemblée is de wet intussen gepubliceerd. Wij praten met mensen in deze setting, maar ook echt via Facebook, ja. Via de app. Omdat we het belangrijk vinden dat die onzin die er tussenin komt, van ja, mensen gaan onder je bed geld halen, de commissie of de groep komt met de politie in je huis, niets is minder waar. Het artikel van het wetboek van strafvordering is duidelijk. Het is in de wet dat in acht wordt genomen, any andere stap die er wordt genomen. Mensen die bij staatsolie geld hebben belegd, in US dollar gaan en in SRB's krijgen, ook niets is minder waar. De mensen die bij staatsolie hebben belegd, hebben via hun lokale bank dat gedaan. En krijgen normaal via hun lokale bank hun investering over, niet nu over 5 jaar in elk geval, krijgen normaal hun investering terug. Dan ga je geen geld kunnen opnemen. Mensen, if you have money op de bank, je hebt een beetje gespaard, je geld is daar, je kunt je geld halen. Conform natuurlijk de regels van de bank. Want nu heeft de bank ook regels hoe je dat kan halen. Deze wet brengt daar absoluut geen verandering. Als je kiest 200 euro of 100 euro van oom of tante uit Nederland, kun je gerust gaan. Je kunt dat MoneyGram of van de nemen. Ik krijg niet, dus ik weet het niet. Bij MoneyGram of je gooi je tikkie money, je kan gaan storten of je kan gaan wisselen bij de Cambio. Dat gaat gerust door. Ik heb ook gehoord dat, en dat was een oprechte vraag dat ik kreeg van een paar mensen op Facebook, een ondernemer, een kleine ondernemer, die zegt van ja, maar met die hossel, want ik laat nagels halen, weef halen en dat soort dingen.
Hoe ga ik dat nu doen? Want ik kan geen geld bij de Cambio kopen om mijn creditcard aan te zuiveren. Ook die mensen die hun creditcard hebben, die mijn bestelden zijn online, op de mijn pay, de Netflix, die mijn buy staan op Amazon. Ook die kleine laten halen bedrijven en zo. Ook daar is rekening mee gehouden. Want in de wet is opgenomen dat de, nu niet de Cambio, maar nu dus de bank waarmee je zaken doet, zij het DSB of Finabank of Hakerbank of Godo of waar dan ook, dat zij de valuta die ze dan van de centrale bank krijgen, dan aan de man kunnen brengen onder de bepaalde voorwaarden. Een van die voorwaarden is het aanzuiveren van een creditcard. Dus ook daarin komt er geen verandering. Ook daarmee is er rekening gehouden. Het belangrijkste dat vooral verandert, waar mensen aan gaan wennen, is dat cash ding dat je normaal go cash moro. Tak e Cliff Lukuna Mabantu Barkija, Sera Sanadini, het wettig betaalmiddel van Suriname, is SRD. En wij gaan in SRD. Ik ben blij, ik zie al een paar autohandelaren die SRD's nu al adverteren. Dat is allemaal goed. Maar als je auto's in dollar wil kopen bij zo'n autohandelaar, en je hebt een valutarekening, je spaart mooi monico, maar dat geld rustig via bank overmaken naar iemand. En dan krijg je geld in dollar, want dan geef je dan een korting erop. Dus daar gaat er niets veranderen. Want verandering vraagt natuurlijk tijd. Is een stukje gewenning. Maar de mensen die in een gelukkige omstandigheid zijn, die in feite praktisch de boot kunnen pakken naar Guyana, die zien dat het in Guyana niet anders is, dat op elk stukje brood dat je wil kopen, of bij elke auto die je wil kopen, dat er Guyanese dollar daar staat. In Trinidad hetzelfde. Ik ga niet eens ver, ik ga niet naar Italië of ik ga niet naar Spanje. Blijf hier, ik ga niet naar Zwitserland of ik ga niet naar Afrika, Afrikaanse landen. Blijf hier in de regio. Als je naar Brazilië gaat, durf op een hoek van een winkel te gaan en je denkt, hey, Sera Abruko, dat give me, I have $10. Of, ik praat om me nog, ik ben nog maar tak voor je, maar je weet wat ik bedoel. Ja, ja. Het is praktisch onmogelijk. Wij hebben het in Suriname zo lang toegelaten en onder deze regering en deze coalitie en in deze periode zeggen we akba, we gaan het anders moeten doen, want het ging alleen maar schiever en schiever en schiever. Nu akba, nu komen de regels daarvoor, wettig betaalmiddel is SRD, het contante verhandelen van dollars, dat is niet meer mogelijk, ga rustig naar de bank. Maak je dingen over, de zaken zijn geraakt. Voor de rest leeft iedereen gewoon rustig. Vicevoorzitter, de afgelopen dagen zijn in verschillende winkels de prijzen van goederen aangepast of verhoogd op basis van een koers tussen de 13 en 15 SRD. Er is verontwaardigd gereageerd vanuit de samenleving hierop. Kunt u vanuit uw positie ook de samenleving misschien geruststellen dat ook dit aspect of dit vraagstuk aangepakt zal worden? Nu de koers omlaag is gegaan dus. Ja, dus laat maar zeggen, dit soort zaken is naar positie direct keren, want als je naar de winkel gaat, zie je geen andere prijzen dan de andere. Ook, ik ben heel erg verontwaardigd, maar ook erg ontstemd dat we dat hebben moeten zien gebeuren. Ik bedoel, we, zoals ik het heb gezegd, kunnen wel op basis van vraag en aanbod, op basis van import- en exportbalansen, een bepaalde ontwikkeling krijgen van de koers. Maar wat de afgelopen tijd is gebeurd, is ongekend. Dat is mede aanleiding, en bijna zou je kunnen zeggen, een van de directe aanleidingen geweest waarom het noodzakelijk was om deze, zeg maar, deze stap te nemen om te komen dat de wet voor de ordening, controle op het valutaverkeer en transactiekantoren voor als Amtimora rusten, want het is echt absoluut absurd geweest. Binnen 1 of 2 weken tijd werd de koers door derden op een bepaalde manier bepaald. En daarmee ook de prijzen. Intussen heeft de president dat ook aangehoord en gevolgd. En is met de verschillende stakeholders bezig geweest, zowel de cambio's als de verschillende importeurs van voornamelijk basisgoederen. En is er een vergelijk gekomen om dus in elk geval voor de import van basisgoederen de visa die daarvoor nodig zijn tegen een aantrekkelijke of een voordeligere koers
te garanderen. Dat is voor mij een zekere geruststelling. Verder hebben we gezien dat kort na de aanname van de wet, de koers langzaam maar zeker ook terugging naar een beheersbaardere positie. Ja. Dus nog niet naar de wenselijke positie, maar hij zakte. En dat is een goed signaal, omdat het signaal vanuit de wet dan ook duidelijk is van we gaan erachteraan om ervoor te zorgen dat op basis van die controle en die regeling dat teruggaat. Dus daar zal ook een zekere effect teweeg worden gebracht dat we moeten komen om de prijzen in de winkels te doen. Controle zal belangrijk zijn, controle zal heel belangrijk zijn. Vanuit het ministerie van Handel en Industrie, vanuit ECD, voorzorgen dat je op ei van wat er gebeurt in die winkels. Want je kan maar wel zeggen, ja, maar oude voorraad en nieuwe voorraad en dat hele verhaal. But show me the documents. Laat me zien waar het op neerkomt. Laat me de onderbouwing zien. Iedereen mag winst maken. Dat bedoel, nogmaals, ik ben juist voorstander van ondernemerschap. Ik ben juist voorstander van productie. We moeten juist nu meer voorstander zijn van productie dan ooit tevoren. Ja. Want we gaan met productie moeten gaan stimuleren dat Suriname die productiesector ontwikkelt en ook naar de export gaat. Because we have a long way to go. Die balans van import-export is zodanig uit balans dat je inderdaad wat beweging kan hebben, maar niet zoals we dat zien. Verder denk ik dat we veel meer moeten gaan naar lokale producten. Veel meer moeten kiezen voor onze lokale producten. Iedereen zal te springen om hand sanitizer, neem ik als voorbeeld. Longobay hand sanitizer, sommige in dozen. Ja. Maar hand sanitizer is een product. Dat is Suriname met alcohol die hier wordt geproduceerd en andere middelen die we hier hebben. Hier kan worden gedaan, hier kan worden gebotteld. Waarom hebben we al die geweldige dingen al die jaren moeten importeren? Terwijl juist nog een noodsituatie zorgen dat het hier kan worden. Ik heb nog nooit zo'n grote fles, bijna 2 liter hand sanitizer gezien, die werd verkocht en ik kan het zo noemen bij Ali's Drugstore. Ook SAB heeft gezegd van, hey jongens, ik kan in die productie. Hoe moeten we meer produceren? Hoe moet dat gaan dat er is? Tussen import en export moeten we gaan vullen. Weet u dat de regering die nu de verantwoordelijkheid heeft om te regeren, de eerste en de enige regering is die het tot nu toe heeft moeten doen zonder ontwikkelingshulp, wat we noemen. En ontwikkelingshulp was geen 1 of 2 miljoen hoor, per maand. Waarom? Lopende op tot honderden miljoenen per jaar. Weet u dat de regering de eerste en de enige regering is die het nu moet doen na het termineren van de bauxiet-export? Suriname exporteert geen bauxiet meer. En heeft ook daaruit die, zeg maar, productie die we hebben gekend, die inkomsten ook niet meer. Praten we ook weer over een paar honderd miljoen, wat het op zijn piek was en wat het in potentie was. Dus dat behoorlijk gat dat daardoor is ontstaan aan deviezen. Ja. Sommige mensen die regeerverantwoordelijkheid hebben gehad, kunnen wel makkelijk aan de kant leen, alleen dingen schreeuwen, maar dat is de praktijk. U had onder uw verantwoordelijkheid ruimte op basis van een aantal inkomsten die de staat had. U had belastingen, u had wat opbrengsten van de export, maar u had ook ontwikkelingshulp op een paar honderd miljoen. En u had ook inkomsten uit zowel Billiton als Suralco. En dan wil ik niet vragen, wat heb je daarmee gedaan? Wat we wel moeten beseffen, dat we het nu wel er zonder moeten doen. En wat we wel moeten beseffen, dat juist vanwege het feit dat die regering het onder zo'n uitdagende omstandigheid moet doen, wij dus met elkaar, want in DNA hebben we ook een verantwoordelijkheid, dat we wel moeten begrijpen en beseffen dat we het op eigen kracht moeten doen. Op onze eigen benen, met onze eigen mogelijkheden. Dus die eigen productie, willen we praten over prijzen in de winkels, willen we praten over zeg maar basisgoederen, willen we praten over een zekerheid en een stabiliteit van onze koers, is die eigen productie een van de belangrijkste zaken die we nu meer dan voorheen ter handen gaan moeten nemen. En ook dat is wel een
politieke statement, maar het is geen partijpolitieke statement. Het is een politieke statement omdat we juist vanuit onze verantwoordelijkheid als leiders binnen de politiek, maar ook binnen het bedrijfsleven. Want ik nam het voorbeeld van SAB die zei van jongens, ik kan het niet produceren. Dat we naar die productie, die nationale productie moeten gaan. Nu meer dan voorheen. En dan kan het aansluiten op wat je nu zegt van luister dan, of de prijs in een winkel. Dan kan het aansluiten op wat ik daarop antwoord. Wij zullen meer onze eigen producten moeten kiezen. Nu heb ik het al. En zelf mijn kinderen doen het. Ik geloof dat ze de smaak van een hoe noem je dat, een dingen uit Trinidad, pak je chips uit Trinidad, is hun vreemd, want we eten tisafisa. Je gaat met tisafisa naar school. Toch? En alle krikenachtige dingen. Wanneer we ook bami en dat soort dingen kopen, is dus lokale productie. Tot aan toiletpapier weten we dat hier wordt geproduceerd. Dat is wasmiddel voor die producten. En ik heb nog een probleem met alle importeurs van die andere dingen. Hoor. Maar we moeten wel meer gaan begrijpen dat we onze eigen producten moeten kiezen. Daaraan gekoppeld natuurlijk prijs-kwaliteit verhouding. Maar waarom zou ik nog dappertjes moeten eten terwijl mijn boemboem kan tijawiri naar klaroendappe? Waarom zou ik nog meer wortel moeten hebben terwijl we ook hier onze eigen nappi en onze eigen saba hebben? Als we praten over Gronjan. Dus, dat heb ik geleerd als padvinder hoor, eigen dingen. Maar ook de partij die ik, waar ik mijn krachten kan geven nu, heeft mij vanaf het begin gedwongen om zo te denken. Gedwongen om te denken in de sfeer van het eigen kunnen, eigen productie, zelf doen. Hebben we voldoende daarmee gedaan? Ik zeg nee, natuurlijk. We hebben qua productie de productie in goud, waarin we 5% aandeel hadden, hebben we gebracht naar 20%, in het andere geval naar 30%. We hebben inderdaad qua productie geïnvesteerd in de staatsolieraffinaderij die er is opgezet, waar ook onze eigen olie wordt geproduceerd, dat iedereen trots is. Maar ik denk dat dat inderdaad verworvenheden zijn, maar dat we nog meer zullen moeten doen om die nationale en lokale productie op te voeren, dan zullen we meer inkomsten hebben. En met meer inkomsten, meer deviezen. En met meer deviezen, een betere dekking van onze munt. En met die dekking, betere prijzen in de winkel en een stabiele koers. Dat is op lange termijn, niet op korte termijn op basis van de wet, maar op lange termijn, midden tot lange termijn, zaken waar we hard aan zullen werken in de komende regeerperiode die straks hopelijk en naar verwachting aan ons gegeven zal zijn. Ter afronding, vicevoorzitter. Mag geconcludeerd worden dat de regering en in deze ook de coalitie in de Nationale Assemblée met deze wet trachten om de kwaliteit van de leefomstandigheden van de burgers op peil te houden? Het is zonder meer. Geen enkele wet is bedoeld om onaangenaam te zijn naar wie dan ook. In de praktijk komt erop neer, want de ene moet iets doen en iets nalaten. En zo is dat. Dat kan het niet, het is even wennen. Maar on the long run heeft de Surinaamse samenleving er baat bij. Te meer het groter deel van die samenleving heeft er baat bij. Omdat wij geen belang hebben te behartigen slechts van één of twee personen, slechts van één of twee kleine groepen. We hebben als verantwoordelijke politici en verantwoordelijke beleidsmakers het belang te behartigen van de hele samenleving. En wanneer we dat onvoldoende beseffen, dat is het onze zaak, maar wanneer we dat voldoende beseffen, dan doen we wat we denken dat goed is. En natuurlijk, Pierroco, en dat heb je niet, maar Pierroco, dat ben je leren, dat ben je mikfout, je maakt fouten en je leert. Dus niet zal perfect zijn. En niemand zal ons zeg maar daarop betrappen dat we vinden dat alles perfect is. Jezelf, de gasten die aan de verschillende kanten schreeuwen, zijn ook niet perfect. Zijn ook niet altijd met een 10 overgegaan. Hebben ook behoorlijk wat regeertijd gehad om een aantal dingen voor de samenleving te doen. De vraag is, wat hebben ze daarmee gedaan? Waarom zijn ze er nu niet? Zijn we vergeten waar we toen voor hebben gestaan?
Maar wanneer wij dat wel hebben aan de andere zijde, is het goed om vanuit waarin je gelooft een aantal dingen te doen. En waar het in dat proces verkeerd gaat, dat van, hé, mea culpa, misschien dat dat je kan een beetje travasie. En dat we zitten travasie ook toe. We leren uit onze fouten en we gaan verder. Maar wat je de regering, deze regering, deze coalitie, deze fractie ook van de NDP, die in feite de zaak vanuit het parlement vormen inhoud, niet die strategie, maar inderdaad ook geeft, je kan niet verwijten dat er niet is gewerkt. Je kan tak-tak rokken en rokken. Je kan tak-tak verworven hier en daar. Er is gewerkt, er zijn een aantal resultaten. Er is gewerkt en er is een richting waar we in feite de koers hebben uitgezet van waar we nu zijn naar waar we willen gaan. Er is gewerkt en er is voldoende houvast op een aantal dingen voor Gomorrah-Farah. Kijk maar naar de gronduitgifte die er is geweest. Ruim 50.000 beschikkingen zijn uitgegeven in de afgelopen periode. Dat betekent dat die mensen zowel in woning als in landbouw, als in andere voorzieningen, zij het voor andere bedrijvigheden, de ruimte hebben om hun ding te doen. Kijk hoeveel woningen er zijn gebouwd. Dat zijn geen dingen die nu direct mogelijk zijn impact zal hebben. Maar op basis van die beslissingen die er zijn genomen, ook nu wat we doen, ook andere beslissingen in de economie, in de infrastructuur, de investeringen in de wegen, stad, district, binnenland, investeringen in water, elektra, die zullen maken dat Suriname tussen nu 5 à 10 jaar een ander Suriname zal zijn. De keuze die er is gemaakt om staatsolie aan tafel te brengen, om voort te gaan met het zoeken, het investeren in de boringen, zowel nearshore als offshore, met nu die geweldige oliefonds van Suriname dat ongekend is, is er één die is genomen op basis van geloof in onszelf. Op basis van geloof die er ook toen was door de leiders van toen in 80 voor tak E. Waar andere leiders voorheen hebben geluisterd en geen geloof hadden dat olie ben die zijn naam, hebben de leiders van toen geluisterd naar maar Marokko, staatsolie staat er, etcetera, 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 staan er. Nu is staatsolie de volgende stap gezet, juist op basis van dat geloof. Juist op basis van de ondersteuning die er is gegeven, ook vanuit de president, het bestuur van staatsolie en de directie en de medewerkers die daar zijn. Oefena olie, het is voor Suriname. Het biedt ons een geweldig mooie kans. Maar ook daar zal ik opnieuw zeggen, Miloba, politiek vind ik schuw geen enkel politiek debat. Heb ik laatst ook, dacht ik aan een van de collega's gezegd in DNA. Maar sommige momenten, dan zullen we als Suriname bepaalde dingen samen moeten doen. En de ontwikkeling onder andere van de oliesector zal er een van zijn om met al deze maatregelen inderdaad te werken aan een ander en een beter en een geweldig mooi Suriname. Dat is waarom we dat doen. Oké. Vicevoorzitter, we zijn u dankbaar dat u ondanks alle drukte de tijd hebt genomen om de samenleving te informeren over de valutawet en nog veel meer. Heel veel succes met uw werk en een fijne dag. Dank u.